Hey guys, super leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe weekvlog. Het leek me leuk om weer een weekvlog op te nemen, omdat ik echt weer met van alles en nog wat bezig ben. En ik dacht, dat vinden jullie misschien wel leuk om dat ook mee te maken. Nu heb ik inmiddels de tijd om het te vloggen. De vorige weken had ik dat niet. Dus ik dacht, nou dan ga ik er maar weer lekker even een weekvlogje in knallen. Ik ben bezig met de trap te behangen. Zou je denken, trap behangen? Woman, are you crazy? ja, want ik zat al bij iemand anders. Ik zat er namelijk bij Stelt, bij Marit. Dat idee heb ik dus van haar. Zij heeft dat ook. Ze had ook zeg maar witte treders en dan de stootborden daar behang tegenaan. En dat zag er zo mooi uit dat ik dacht, hey, dat kan ik ook. Dat wil ik ook. We hebben alleen een ander behang. Zij heeft een wat meer bruin... ja, niet echt oranje kleur, maar een beetje bruin roestkleur. En wij hebben meer deze kleur. Ik zal het even laten zien. Ik ben voor deze kleur en patroon gegaan. Meer bruin, ja, taupe kleur. Net wat lichter. En dat komt omdat onze gang gewoon best wel donker is, zoals je ziet. Komt door de granol op de muur. Ja, dat moet gewoon ooit nog een keer gewoon mooi gestuukt worden. Maar goed, daar heb ik het al vaker over gehad. De trap is dus inmiddels helemaal gewit. Daar ben ik wel eventjes mee bezig geweest. En dan komt dus tegen de stootborden komen die rollen behang. En dat ziet er gewoon echt super leuk uit. Dan krijg je dus echt een beetje zo'n... ja, ik vind het zelf een beetje zo'n oostersfeertje hebben met die tegels. Ik ben nu de stroken aan het knippen op maat. En daarna ga ik ze dus ja, behangen eigenlijk op de trap. En wat net ook nog binnenkwam, superleuk. Tadaa! Mijn nieuwe telefoon. Ik mocht namelijk een nieuwe telefoon uitzoeken. En ik ben gegaan voor de iPhone XS. Ik twijfelde heel erg tussen de X en de XS. De XS is wel echt duurder dan de X. Maar, oké, dit gaat echt heel dom klinken. De X hadden ze niet in goud en de XS wel. En ik wilde echt eigenlijk best wel per se een gouden kleur. Dat vond ik heel erg belangrijk. En de XS heeft toch wel echt nog een betere camera dan de X. Dus dat was voor mij ook eigenlijk wel een heel belangrijk punt om voor de XS te gaan. En uiteindelijk had ik een goede recycle deal kunnen sluiten. Waardoor ik nu per maand geloof 46 euro betaal. En ik hoefde niet bij te betalen voor de telefoon ook. En ja, ik blijf nog steeds bij T-Mobile zitten. Dus daar was ik wel heel erg blij mee. Dus die ga ik straks ook eventjes unboxen. Maar eerst ga ik even verder met de trap. Want die wil ik toch wel eigenlijk na een paar weken echt wel af hebben. Oké. De halve middag verder. Een hele pijnlijke rug verder. Want ik heb nog veel meer gedaan. Maar de trap is af. Zijn jullie er klaar voor? Een kleine preview. Ik ben er mega, mega, mega blij mee. Tadaa! Hoe vinden jullie hem geworden? Ik vind hem zo vet. Ik ben er zo blij mee. Super gaaf. Precies de sfeer die ik wilde. Ja, echt love it. Heel blij mee. Ik twijfel heel erg, want ik wil eigenlijk iets daarvan een kandelaar of zo. Of een kandelaar, gewoon een zo'n windlicht of zo. Al... zit ik te kijken en zie ik bijvoorbeeld hier in de spiegel weer kaatst een plantje die daar staat. En denk ik, iets groens is ook wel heel gaaf erbij. Ik ga even voor de fun deze yucca erbij zetten. Dat staat toch wel heel erg leuk ook erbij. Dus ik ben er nog niet zo goed uit of ik er nou een plant neer ga zetten. Of een windlicht of iets van een... ja, kandelaar of zo. Laat me weten wat jullie vinden. En wat ik ook heb gedaan, maar waar ik wat minder blij mee ben, is de bank in elkaar gezet die ik binnen heb gekregen voor in mijn praktijkruimte. Ik ben er alleen niet zo blij mee. Ik heb hem bij Vida XL besteld.
Maar ik vind hem echt veel te laag. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, maar hij is echt heel laag. Dit is, zoals hij nu staat, is als je het slaapgedeelte. Wat ik wel heel handig vind, is hierachter kun je hem verstellen qua, qua rugleuning. Kijk, dus dan staat hij zo. Maar ja, hij kan dus niet verder naar de muur toe. Dat is een dingetje. Vind ik in principe nog niet zo heel erg. Ik baal gewoon dat hij zo laag is. Het is, kijk, als ik, nu film ik vanuit mijn oogpunt, zeg maar. Dus echt vanuit mijn ogen. En dan zie je echt hoe laag die is. Hij is echt, ja, gewoon heel erg laag. En nu ga ik als allereerst mijn iPhone even uitpakken, want dat heb ik ook nog niet gedaan. Dus ik ben heel erg benieuwd. Oeh. Nice. Oh, ik moet echt heel erg wennen straks aan dat er geen knop meer zit, zeg maar. Want ik heb nu natuurlijk de de 6S heb ik. Qua grootte is die bijna even groot. Dat is wel fijn. En hij is goud. Oh, wauw. Yes, baby, yes. Oh, dat vind ik toch wel heel gaaf. Ja. En deze, oh, deze was die ik nu had, was volgens mij ook goud. Oh, wauw. Ik breek gelijk mijn hele hoesje achter de camera af. Ja, die was toch al half stuk. Ja, die ik nu had was in ieder geval, de stukken vliegen letterlijk door het hele huis heen. Ah, janken. Oké. Maar die ik nu had was dus ook goud. En dat vind ik toch wel heel erg mooi. Ik vind het wel mooier, deze vind ik dan wel mooier, dat het gewoon wit is met goud. Maar deze is zwart met goud, vind ik in principe ook niet zo heel erg. Volgens mij heeft hij geen glazen schermpje, gelukkig. Nu moet ik alleen nog een hoesje ervoor kopen, want die heb ik natuurlijk nog niet. Oké, laten we het eraf gaan pielen. Oh, wacht. Wauw, hij is wel echt heel gaaf hoor. Dit is volgens mij wel. Ik dacht dat het glas was, maar volgens mij ook niet. Eigenlijk gewoon weer hetzelfde. Die knopjes. Ik vind hem wel heel gaaf. Wauw, sorry. Ik ben echt een beetje perplex van het design. Het ziet er echt heel nice uit. Eens kijken of ik hem kan aanzetten. Woehoe, een nieuwe oortjes ook. Daar ben ik ook altijd wel heel erg blij mee. Nice. Looking good. Looking good. En een nieuwe oplader. Top. Top, 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 top. En dan kan ik mijn oude gaan verkopen. Want die ziet er nog spik en span uit. Op wat kleine, hoe heet het? Beschadigingetjes na. Oh ja, dat was het natuurlijk. Hè. Het scherm is gewoon veel groter. Klopt, ja. Ik heb echt in die tussentijd heb ik zoveel. Wacht even lezen. Wat? Ik heb echt zoveel telefoons gezien en bekeken. Maar uiteindelijk, ik ben gewoon een trouwe iPhone-fan. Oh jongens, ik hou hiervan. Kan dit? Houd je nieuwe iPhone voor de camera. Oh wacht. Oh, snuggerie, Shaki. Wauw. Heerlijk. Daarom hou ik van iPhone. Oh, ik ben nog steeds zo verliefd op de trap, jongens. Oh, echt niet normaal. Maar ik heb toen straks eventjes de spiegel daarop gehangen. Die we hebben gehaald bij de IKEA. We hadden hem eigenlijk voor hier.
Maar daar was die echt veel te smal. Ja, dat zou gewoon niet mooi staan. Dus toen dacht ik, ja, zal ik hem dan omruilen in de wat bredere variant. In zeg maar deze die we hierboven hebben hangen. Maar dat was eigenlijk weer te breed voor hier. Dus ik dacht, nee, ik ga het anders doen. Toen zei David, oh, en als we hem nou hier hangen? Dus hier waar die nou hangt. Toen zei ik, in eerste instantie nee. En nu denk ik, ja, waarom? Of daarna dacht ik, waarom ook eigenlijk niet? Dus we hebben hem nou hier gehangen. Hier hangt hij nu. Eigenlijk best wel mooi. Ik vind alleen de deuren gewoon nog steeds niet mooi. Die wil ik nog een keer... die willen we nog een keer veranderen in de toekomst. Maar op zich, hè, past hier gewoon echt heel mooi, die spiegel. En dan wil ik in de toekomst hier nog gewoon een platte kapstok tegenaan hebben. Waar we wat sjaals aan kunnen hangen, wat hoedjes, dat soort leuke, gewoon leuke decoratieve accessoires. Ja, en dan nog een bankje eronder of zo waar je op kunt zitten. Of zoiets. Of misschien nog iets van een kandelaar of zo dat ik hier wil. Want ja, ik vind het 's avonds toch wel gezelliger als er iets van een kaarsje hier op de gang brandt. Omdat je gelijk de volle verlichting aan moet doen. Dus ja, zo wordt het steeds mooier. En wat ik vandaag ook heb gedaan is... Even de verlichting iets hoger, want het is hier zo donker altijd in huis. Deze trap geschilderd. De bovenkant, zodat ik dan morgen aan de slag kan met het behang erop te plakken. Dus weer afmeten en dan met lijm, met gewoon behanglijm erop plakken. En wat er ook op de planning staat voor morgen is de koffer inpakken, want we gaan een weekendje weg. Lang geleden dat we dat hebben gedaan. De laatste keer was naar Den Bosch volgens mij. En dat is echt al meer dan, volgens mij echt een dik half jaar geleden. Meer dan een half jaar geleden wel al, denk ik. Dus dit weekend gaan we lekker naar Rotterdam toe. Vinden we allebei eigenlijk wel een leuke stad. Gewoon met die food hall die er zit. En ja, ik vind Rotterdam zelf ook wel leuk. Je kunt er lekker shoppen en zo. En dan heb ik ook nog een high tea geregeld voor ons voor zaterdag. Dus dat is echt super leuk. Het is vrijdag vandaag, jongens. En ik heb deze trap ook helemaal bekleed. Super fijn. Is dat ook helemaal af nu? Ja, daar ben ik toch wel heel blij mee. Ik ben net even aangekleed, want ik ben nu bezig met de tas in te pakken. Omdat we een weekendje weggaan naar Rotterdam, dus zoals ik al zei. Dit is mijn outfit, gewoon lekker casual. Hier heb ik nog een hemdje onder, want het is echt koud. Maar goed, het wordt hopelijk mooier weer, zeiden ze. Volgende week, dus daar gaan we dan maar weer vanuit. Ik heb hier alvast mijn setje kleding klaar liggen voor morgen. En zondag. En nou ben ik bezig voor David uit te zoeken. Dan hoeft hij dat straks niet meer te doen. Als hij thuis komt, kunnen we gelijk door. In verband met ja, dat we dan niet in de file staan. Anders is dat ook zo zonde. Zo, ik zit in de auto. En we gaan zo richting Dordrecht. Ik vind het altijd leuk om wat lekkers mee te nemen in de auto. Dus ik heb dit eventjes gekocht net. En David is nog eventjes de auto aan het bijvullen. En dan kunnen we zo gaan. En we zijn aangekomen bij Van der Valk. En er is ook iemand die aan het trouwen is. Of althans, waarschijnlijk is hij al getrouwd geweest. Is hij al getrouwd? Oké, ik ga mijn spullen pakken. En dan naar uit. Dankjewel. Moet er nog iets daarvan mee? Van dit? Ja? Ja, mijn koekje. Heb je lekker opeten vandaag? Ja? Kan ik hem? Een chocolaatje shop? Ja, nee, hoeft niet per se toch? Niet per se. En nu wel. Misschien dat we daar vanavond een drankje kunnen doen. De Skybar. Zwembad is cool. Ping.
Dat lachje van jou altijd, hè? Oké, we zijn binnen. Volgens mij hebben we een aparte wc. Ja. Maar dat is altijd wel fijn. En dit is de badkamer. Het is echt zo groot. Dit ook. Het is echt absurd groot. Oh, babe! We hadden natuurlijk een bad, maar daar heb ik er niks erbij voor erin. Oh, okay. Ja. En een lekkere regendouche. En dit is dan de rest. Echt zo groot. Echt niet normaal. En ons uitzicht. Kan ik het open doen? Nee, oké, dat gaat niet. Gewoon lekker rustig. Ondanks dat je aan de snelweg zit, is het gewoon lekker rustig hier. Leuk zitje erbij. Kijk nou hoe groot, jongens. Echt niet normaal. Echt absurd. Heerlijk. Oké. Ja, hier was ik al even aan toe. Goedemorgen. Wij zijn net wakker geworden. Het is 9:15, denk ik. En we gaan nou lekker ontbijten. Dit is mijn outfit voor vandaag. Deze broek konden jullie al zien in de kringloopshoplog. Net als dit jasje. Echt super leuk. Ja, gewoon lekker een beetje net casual. Casual chic, zoiets. Ja, ja. Oké. Wij gaan eten. Zo, wij gaan even naar de Opnieuw & Co. Zo, ik heb al wat leuke vorkjes en lepeltjes uitgezocht. Van 50 cent per stuk. Nu nog even verder kijken. Oké, ik ben deze schoenen tegengekomen en ik ben verliefd. Ze zijn echt mega apart. Maar ik vind ze zo gaaf. Ik hou hiervan. Lekker apart. Oh guys, zij maakt het weer mee hoor. We waren onderweg naar Rotterdam, omdat ik daar een high tea had gereserveerd voor vanmiddag, om 3:00. En nou moest ik ongesteld worden en ik was al aan de late kant. En nou ben ik eindelijk ongesteld aan het worden, maar het gaat weer helemaal niet goed. Ik had dat de vorige keer ook, toen ik later ongesteld moest worden. Dat was in vorig jaar juli of zo, toen waren we ook op vakantie. Ging het ook helemaal niet goed. Ik weet niet wat er dan gebeurt. Maar ik krijg het helemaal zweten. Helemaal trillen. Met dubbele tong praten. Het is echt niet goed. En wat toen hielp uiteindelijk was paracetamol. Toen op een lege maag dan wel. Nu had ik gegeten en ben ik gaan zitten in de foodhall. Ik ben nou nog echt helemaal niet fit. Vandaar dat ik dus dit verhaal niet zo heel erg goed kan vertellen. Maar ik ben gaan zitten en toen ging het echt steeds slechter weer, zei ik tegen David. Op een gegeven moment dacht ik dat ik over moest geven, dus toen ben ik naar de wc gerend. Nou, dat hoefde niet. Weer gaan zitten. Nog steeds gruwelijke pijn. En toen heb ik 2 ibuprofen op en 2 paracetamol. Maar toen ik die paracetamol op had, toen kwam het er gelijk weer uit. Dus toen moest ik letterlijk in het openbaar. Heb ik voor het eerst gekotst. Nou ja, fijn. Ik kan zeggen, ik schaam me ervoor. Maar anderzijds denk ik, ja weet je, ik kon hier echt niks aan doen. Dus dat is echt vet kloten, zeg maar. Maar ja, dat is niet anders. En daarna nog een paar keer in de afvalbak daar gekotst. Oh, oh, oh. De kleding is ook gewoon nog zeiknat nu van het zweet. Maar ja, dus nu gaan we weer terug naar het hotel. Maar...
Zo, we zijn eventjes terug naar het hotel gegaan. Zo. Ik schrok. Sowieso, normaal. Inderdaad, het is normaal. En ik ben weer een stuk opgeknapt, gelukkig. Uiteindelijk heeft denk ik de ibuprofen toch zijn werk gedaan. En is het gezakt allemaal. Ja, weer een ervaring rijker. Maar we gaan nu toch weer richting Rotterdam. Want ik had daar voor om 3 uur had ik een high tea geboekt bij Bake & More. En dat is een vegan high tea. En ja, dat vind ik dan zo vervelend als we daar dan ook niet heen kunnen. En ik voel me nou toch wel weer een stuk beter. Dus gaan we daar toch lekker heen. En hopelijk komt het goed, hè? Uiteraard. David is ook al niet fit. Hij heeft ook al last van griepen en gewoon niet lekker. En dan ik dit nog eens. Gezellig! Super top, man. Ik ken jou. Ja. Nee, ik heb het super gezellig met jou. Je was zo lief voor mij aan het zorgen. En die voethallen, dat was echt te schattig. Ja. Zo ben ik. Ach ja. Op naar Bake & More. Zo, we zijn aangekomen bij Bakers & More. En we hebben nu eerst een koude gazpacho van rode bieten. En een healthy smoothie in een mojito versie. Ik ben benieuwd. En de Ita Share. Eten. En we zijn weer bij de foodhall, poging 2. Oh. Ja, nou, oké. Okay. We hebben het straks even bij de Xenos wat gekocht. Even kijken bij de foodhallen. Zo, we zijn weer terug op de hotelkamer. En het is inmiddels 6 uur, denk ik, of zo. Grapje, half acht al. Wow, dat had ik niet in de gaten. Maar ze is nog propvol van die high tea. Was wel lekker op zich. Alleen, ik vond dat er echt zoveel chocola op zat. Echt, alle hapjes waren met chocola en dat vond ik zelf een beetje wat minder. Want dan zit je al super snel heel vol en is echt heel machtig en... ja, ik weet niet. Ik vind high tea juist altijd heel leuk als er wat variatie in zit. Maar op zich, het was wel lekker. En daarna hebben we eigenlijk gewoon een beetje lekker door de stad gebanjerd. En wat dingetjes gekocht nog. Die ga ik jullie even laten zien. Met name bij de Xenos. Oh, dit zijn trouwens de schoenen die ik bij de kringloop had gehaald. Zo zie je ze goed. Hoe gaaf zijn ze? Ik vind ze helemaal geweldig. Deze top van Perla Nerla. Perla Nerla is het toch? Perla Nera is het. Die had ik gekocht bij de kringloop. En verder dit bij de Xenos. Ik was al zo lang op zoek naar zo'n Marokkaans lantaarntje. Op de trap en nou vond ik hem voor een tientje bij Xenos. Super blij mee. En deze zonnespiegel zag ik ook bij zoveel mensen voorbij komen en ik vind hem super gaaf. Dus die heb ik ook meegenomen. En voor vanavond voor een bad hebben we lekker een bruisbol van Treats. En nog van die badparels. Echt nostalgie die dingen. En macarons gekocht bij de Food Hall. Lekker jongens. Zo, inmiddels zijn wij weer thuis. Is het alweer maandag zelfs. Gisteren zijn we nog 's middags naar de moeder van David gegaan. Voor moederdag. Daarna snel weer naar huis door. Want mijn andere iPhone die ik te koop had staan. De 6S die is verkocht. Die mensen van Marktplaats kwamen ophalen. Dus super fijn. En daarna 's avonds hebben we 2 uur gewacht op ons eten, want het was moederdag, waar we even vergeten. We hadden Chinees besteld, dus... En oh ja, gisteren heb ik ook nog dit plantje gehaald. Hoe leuk! Als het goed is, wordt die echt super lang.
valt hij heel mooi, drapeert hij heel mooi daarnaast. Naast de vitrinekast. En ik vind hem ook wel heel erg leuk zo in combinatie met de trap dan die je daar ook weer ziet. Het geeft gewoon, ja, ik weet niet, leuk sfeertje. En ik wilde jullie ook nog laten zien, want ik heb nou die kandelaar heb ik daar neergezet. Want ik vind hem te klein voor daar, dus daar komt nog een langere plant. En daarboven hangt die zonnespiegel. En die zie je dan van hierboven ook weer. En dat vind ik wel heel leuk staan. Dat je hem zo van bovenaf ziet. Ja, ziet er gewoon super tof uit. Begint het te zien. Misschien dat ik hier nog wat andere spiegels bij dus hang. En ja, dan nog een mooie wat langere plant daar. Misschien nog één hangplant hier ook. Maar dat moet ik nog even kijken. Of gewoon eentje daar nog zo langs. Ik moet nog eventjes even kijken. Ik wil er een beetje van die jungle vibes van maken. En dit blijf ik geweldig vinden. Dat je in de spiegel dan de trap ziet. Ja, love it. Zo wordt het echt steeds meer naar mij en onze smaak. David die heeft niet echt... Die heeft zoiets van doe maar lekker waar je zin in hebt. En... ik vind het prima. Ik overleg natuurlijk alles met hem. Maar ja, hij heeft zoiets van waar jij blij van wordt, word ik ook blij van. Even kijken of ik jullie kan neerzetten. Het is een beetje laag. Ik hou jullie wel gewoon even vast nog. Want ik wil de vlog toch zo gaan afsluiten. Maar ik wilde eerst nog wat zeggen. Want het ging natuurlijk niet zo goed afgelopen zaterdag met mij. En ja, door die menstruatie. En dan ben ik dus vanmorgen naar de huisarts geweest. Want ik dacht, ja, dit is gewoon niet gezond. Het is niet normaal. Ja, waarschijnlijk heb ik gewoon last van een hormoonhuishouden wat in disbalans is. Dus gewoon uit balans is. Is heel moeilijk vast te stellen. Maar ja, dat wordt dus vaak vastgesteld aan de hand van symptomen. En verder wilde die eigenlijk ook nog een echo laten maken. Om zeker te weten dat ik geen vleesbomen, endometriose, kiesten of iets dergelijks eigenlijk heb. Alleen... ja, ik twijfel of ik die zal laten maken. Omdat ik dat zelf heel... ja, die kans is zo klein. Want ik heb namelijk vorig jaar maart... ja, heb ik nog zo'n echo laten maken. En toen in juli zijn geloof ik ja, deze symptomen ontstaan. Dus ik, ja, de kans dat iets zo snel groeit is heel minimaal. En ik denk gewoon zelf dat het ook echt wel te maken heeft met een disbalans van mijn hormoonhuishouden. Omdat ik er eigenlijk altijd al een beetje last van heb gehad. Alleen met de pil, ja, als ik de pil slik is het dus gewoon minder erg. Het is gewoon erger als ik de pil niet slik. Dus ja, conclusie. Ik ga gewoon weer aan de pil. Ik was op zich wel heel erg blij dat ik er vanaf was. Al moet ik zeggen, er waren wel echt dingen die ik ja, minder fijn eraan vond. Zoals dat ik echt, ja, mijn libido was zoveel verlaagd. Dat is echt absurd. En ja, ik hield ook best wel wat vocht vast en zo. Maar ja, dat hield ik ook al wel. Toen ik de pil slikte, hield ik dat ook wel vast. Dus ja, of dat nou echt... daarmee te maken heeft, kan ook natuurlijk met voeding te maken hebben. Het hangt allemaal zo erg, het zit allemaal zo verweven in elkaar. Dus waar het nou uiteindelijk, wat het nou uiteindelijk is en waar het mee te maken heeft, ja, geen idee. Ik weet wel dat ik gewoon de pil weer ga slikken en ik ga hem gewoon ook doorslikken. Dus dat hormoonhuishouding constant één niveau is, dat is voor mij gewoon het prettigst, heb ik gemerkt. Want ik zei ook van ja, dat was eigenlijk de reden waarom ik weer aan de pil wilde. Omdat we dus volgende maand, precies over een maand, gaan we op vakantie. En dan ben ik dus precies in de 2 weken dat we op vakantie zijn ongesteld. En toen zei ik ook tegen de huisarts, ik zei van ja, sorry, maar ik heb echt geen zin om dit weer mee te maken volgende maand op vakantie. Nee, sorry, daar pas ik voor. Dus ja... In overleg zei hij ook van, nou, het is beter dat je gewoon met de pil start. Hij zei van, ja, het kan zijn dat je dan nog gewoon ongesteld wordt. Maar ja, toen zei ik ook van, ja, nou, dat maakt me in principe nog niet eens zozeer uit dat ik ongesteld word. Maar als ik die klachten er maar niet bij heb, want dat vind ik echt verschrikkelijk. Ik heb geen zin om daar ook nog eens, ja, daar weer alles onder te gaan spugen. En ja, en zo'n hevige pijn te hebben, het is gewoon echt niet normaal. Maar goed, dat dus. Dus weten jullie ook hoe dat is afgelopen. We hebben gewoon echt een super lekker weekendje weg verder gehad.
afgezonderd van dat. En ja, echt genoten. En nu ga ik vandaag de bank uit elkaar halen. Komt de hangstoel, dus die ga ik lekker opzetten. En oh ja, deze vlog wil ik gaan bewerken, zodat die online kan komen. En dan wil ik toch nog, denk ik, aankomende donderdag een andere normale video online gooien. Dat lukt denk ik wel. Dus ik wil jullie weer hartelijk bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je weer leuk vond de vlog. Ik hoop dat je er dus weer iets hebt meegekregen van mijn leven. Vind ik ook wel gewoon leuk om jullie een beetje up-to-date te houden hoe het nou met me gaat en zo. En deze week ga ik vooral alle tijd besteden aan het opzetten van mijn eigen bedrijfje. Om daar vast alle voorbereidingen voor te treffen. Dus ja, vond je het nou een leuke vlog weer? Doe dan een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal wanneer je nog niet geabonneerd bent. En dan zie ik je natuurlijk heel graag weer aanstaande donderdag om 4 uur terug bij een nieuwe video. Bye-bye!